Mantelzorgcoach Dorita Vossen, werkzaam in Zorgcentrum Beekenbos in Heidhuizen, is genomineerd voor de VGZ Samen Voorop Awards. Deze jaarlijkse prijs wordt door zorgverzekeraar VGZ uitgereikt aan zorgverleners die een goed idee hebben om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. 15 zorgverleners maken kans op een award. Er zijn 3 onderdelen waarop een prijs wordt uitgereikt. Het gaat om de categorieën gezondheid, zinnige zorg en duurzaamheid. Aan Dorita de vraag wat de functie van een mantelzorgcoach inhoudt. De mantelzorgcoach doet op een hele nieuwe manier de bewoner begeleiden door juist aandacht te hebben voor zijn familie. Ja, want we weten gewoon, het samenspel tussen familie en bewoner is heel belangrijk. Als de familie het zwaar heeft, dan heeft dat zijn weerslag op de bewoner. Gaat het goed met de familie? Is dan een verlengstuk? En ik mag dus op die manier aandacht schenken aan de bewoner, juist door de familie te begeleiden. Familie heeft het vaak zwaar, hè? Door de lichamelijke, maar vooral ook de geestelijke achteruitgang van hun dierbaren. Denk bijvoorbeeld aan dementie. Hè? Eigenlijk is je familielid er nog wel, maar dat is er ook weer niet. We noemen dat de levend verlies. Hè? Het pakje is er nog wel, maar de inhoud is min of meer weg en vloeien. En dat doet heel veel met familie. Hè? Verdriet, maar vooral ook schuldgevoel. Hè? God, nu heb ik hem naar Beek en Bos laten verhuizen, maar heb ik daar goed aan gedaan? Had ik het niet langer vol moeten houden? En om hier samen over te praten, maak je het families wat makkelijker. Ja, geef ze handvaten ook. Is dit een nieuwe soort functie? Ja, dit is inderdaad een nieuwe soort functie. Functie is nog vrij uniek in ons zorgland. En op Beek en Bos zijn we er al helemaal van overtuigd dat dit concept werkt. Ja. En weet u of het ook elders al is ingevoerd? Ik weet dat ik benaderd ben door andere zorginstellingen van hoe doen jullie dat? Ja? Ik heb daar mijn verhaal bij gedaan. Of ze het in gang hebben gezet, dat kan ik u niet vertellen. Nee. Nou kan ik me zo voorstellen, u werkte hier al, hè? En u bent er eigenlijk op een gegeven moment min of meer tegen aangelopen. En zodoende is die functie ontstaan. Heb ik dat goed begrepen? Ja, ik heb die functie zelf mogen creëren. Enorme dankbare baan. En waar begin je dan? Hè? Vooral ook om de zorg erbij te betrekken. Want het is een samenspel met de zorg. Hè? Alleen kan ik niks, ben ik niks. Maar juist dat samenspel van ons zien als iemand het zwaar heeft. Dat mij vertellen. Ik doe een terugkoppeling als dat kan. En juist dat stuk maakt dat het een hele unieke functie is. Ja. Kunt u in kort schetsen hoe een werkdag er voor u uitziet? Er is geen één werkdag hetzelfde, maar vaak ziet het eruit dat ik naar mantelzorgers thuis ga. Dat kan, hè? Als er behoefte aan is, thuis aan de keukentafel praat het zich vaak heel makkelijk. Maar als de familie zegt, we willen graag naar Beek en Bos komen, kan dat ook. Ja, vaak kom ik mensen tegen in de gang. Hè. Ik loop heel veel door het huis. Ik kom altijd wel mensen tegen. Even een praatje maken. Hoe gaat het met u? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? Is er behoefte aan een afspraak? Alles is daarin mogelijk. We hebben ook een VR-bril, een virtuele reality-bril. En dat is een bril, die kan ik de mantelzorgers opzetten. En dan kunnen ze zich nog meer inleven hoe een bewoner zich voelt. Ja. En dan kan ik hun nog meer handvaten geven hoe er mee om te gaan. Ja. En nou doet u mee aan deze award. Hoe is dat zo gekomen? Het zorgkantoor, dan hoop ik dat ik het goed zeg, anders gaan we dat eruit knippen, heeft het MT benaderd. Het is een heel mooi iets om voor die award in aanmerking te komen. Dat is ingediend en zodoende zijn we nu genomineerd. Dus ja. Het initiatief is vanuit de VGZ gekomen? Ja, inderdaad. Ja. Ja, en dat zegt ook al iets, hè?
En nu stemmen, hè? Juist. En ik doe dat niet voor mezelf, hè. Het gaat er me vooral om, als het veel bekendheid krijgt, dan hoop ik dat andere zorginstellingen dit ook zien en dat ze geïnspireerd worden om ook een mantelzorgcoach in te gaan zetten. Want ja, wij hier op Beek-en-Bosch hebben duidelijk de meerwaarde, hebben we daarvan al gezien. Ja, ja, u bent mantelzorger. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat mijn man Henk is sinds 2 jaar opgenomen in Beek-en-Bosch. En dat is na de coronatijd is dat gebeurd. En die 7 weken dat ik echt alleen voor mijn man heb moeten zorgen, zonder hulp, heeft mij dus eigenlijk de das omgedaan. Dat kon ik niet meer, dat ging ook niet meer. En toen is mijn man hier geplaatst in Beek-en-Bosch. En gelukkig heb ik toen dus ook kennis gemaakt met Dorita. En Dorita is een enorme steun voor mij, maar ook voor andere mantelzorgers. Dat is gewoon zo, dat is een feit. Kijk, wij hebben allemaal het probleem, alle mantelzorgers, dat we een enorm schuldgevoel hebben ten opzichte van onze partner, maar ook ten opzichte van onze kinderen. Van, wat doe je nou, mam? Wat doe je nou met pap? Dus duw je hem nu weg in een verzorgingshuis? Dat kan helemaal niet, maar het gebeurt natuurlijk wel. Want je moet ook een beetje voor jezelf denken. En Dorita helpt daarbij. En op een gegeven moment waren wij hier met een mantelzorgbijeenkomst, want dat doet Dorita ook. 1 keer in een paar maanden organiseert ze een mantelzorgbijeenkomst voor een aantal gelijkgestemden, zeg maar. Toen hebben wij allemaal gezegd, wij hebben een raar gevoel van binnen. Wij hebben een heel raar gevoel. En toen heeft Dorita heeft ons duidelijk gemaakt dat wij met z'n allen aan het rouwen zijn. Echt aan het rouwen. Wij moeten namelijk onze partner afgeven. We hebben hem niet meer thuis, we kennen hem niet meer, we kunnen er niet meer mee praten. Op een gegeven moment is het zelfs zo erg, dan herkent hij ons niet meer. En toen zei Dorita ook, ze zegt, jullie zijn nu aan het rouwen, maar als die partner straks doodgaat, dan ben je dus weer aan het rouwen. En toen dachten we van ja, dat gevoel, dat is het. Die uitleg, dat was het. Ja, en zo zijn er een hele hoop dingen. Ze komt thuis als er iets is en ik zit ergens mee en ik hoef Dorita maar te bellen en dan is ze er. Dat is geweldig. Wat dus ook heel belangrijk is, dat is de brug tussen de zorg en de partner. Ja, want als de partner dan vindt dat er iets niet goed gaat met degene die hier woont, en dan denkt van, ja, dat kan ik eigenlijk niet aan de zorg melden, want dat is gênant of dat wil ik niet, dan doen we dat bij Dorita en Dorita die vormt dan die brug naar de zorg. Dus ik begrijp dat de rol die Dorita voor u allen vervult, dat heel erg belangrijk voor u allen is. Ja, zeker. Die is heel erg belangrijk voor allemaal. Ja. Ik denk niet alleen voor de vrouwen, maar ook voor de mannen die hier een partner hebben. Vergeet vooral ook de kinderen niet wat het met hun doet. Hè? Hun vader of moeder is hun vader of moeder eigenlijk niet meer. Die daar hier torenhoog staan, waar ze heel veel respect voor hebben. Daar gaat min of meer een wisseling van rol krijgen. Eigenlijk word je als kind, ga jij voor je ouders zorgen. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Hè? Daar komt heel veel verdriet bij kijken. Ook nog als je karakterverandering krijgt bij je vader of moeder. Want dat kan met dementie heel goed gebeuren. Dat is een heel moeilijk complex situatie vaak. En om daar goed mee om te gaan, daar ben ik ook voor om dat te ondersteunen. Vanaf maandag 23 mei kan er gestemd worden via social media. Maar we gaan dat zelf nog bekendmaken, hoe dat precies uitgerold gaat worden. En hoe lang is de stemming? Tot welke datum? 3 weken mag men stemmen. En wilt u ook een stem uitbrengen? Download dan het stemformulier dat naast overige informatie te vinden is op www.vgz.nl/samen-voorop-awards. U kunt stemmen vanaf maandag 23 mei tot en met 12 juni. Tijdens de finale op 14 juni wordt per onderdeel bekendgemaakt welk idee een award gewonnen heeft. De winnaars krijgen een geldbedrag waarmee ze het idee verder kunnen uitwerken.